Uw nieuwe fiets staat klaar. Mijn pa zal deze bij u leveren, daarom dit filmpje met wat uitleg. Het lichtje vooraan om aan te leggen is het dit. Naar beneden schuiven, dus je kunt daar naar beneden schuiven en dan brandt de lamp. De mand staat erop. Als je die wil afnemen, kun je dit naar voren duwen en dan kan je de mand omhoog eraf schuiven. Op uw stuur staat in het midden een display. En aan de linkerkant van uw stuur staan de knopjes. Deze knopjes hier. Dus je hebt drie toetsen. De middelste is de powertoets, de aan en uit. En dan heb je nog pijltje omhoog en pijltje omlaag. Dus als je de powertoets, de middelste toets, indrukt, komt uw scherm in werking. Vanaf nu fiets je elektrisch. Wat zie je nu allemaal op uw scherm bovenaan de batterijinhoud? De tijd dat je gefietst hebt. De snelheid dat je nu aan het fietsen bent. En dan een hele belangrijke, de motorkracht. Je hebt hier ook nog een thermometer en dan uw kilometers. De motorkracht staat nu op 2. Met die pijltjes omhoog en omlaag kan je die motorkracht gaan wijzigen. Je kunt hem ook afzetten, gewoon 0, dat je wel nog je snelheid ziet, maar dat de motor niet helpt. En dan zo omhoog tot aan nummer 5. Dus 5 is het meeste kracht, 1 is het minste kracht. Dat scherm hangt vast, dus je kunt dat niet afnemen. En als je de fiets vergeet af te zetten, dus als je vergeet hierop te drukken na het fietsen, gaat dat binnen 5 minuten in slaapstand. Aan de rechterkant van je stuur heb je versnellingen. Dat is gewoon draaien. Je moet wel degelijk fietsen om te kunnen schakelen. Dus je moet trappen om je versnellingen te verzetten. Dan je zadelhoogte kun je gemakkelijk instellen met die snelspanner openzetten en dan kan het zadel hoger of lager. De sleutel van het slot hangt eraan. Reservesleutel zit in het zakje. Nee, dit zakje zal in de tas van uw fiets zitten. In dit zakje zit ook uw lader. In dit doosje zit dan de lader. Er zit ook nog een beetje extra uitleg over het schermpje, over het display, de werking daarvan. Om de batterij op te laden, dat is aan de achterkant, links achteraan. Dit afdekkapje kun je open doen en daar kan je lader dan in. Dus links achteraan. Achterlichtje aanleggen is dit knopje aan de bovenkant. Dus als je daarop drukt, gaat je achterlichtje branden. En onderaan je batterij heb je nog die rode hoofdschakelaar. Je mag die eigenlijk altijd laten aanleggen. Je kunt die afleggen voor als je lang niet fietst, maar op zich mag je die altijd laten aanleggen. Dus de batterij kan je opladen terwijl die in de fiets zit. Gewoon hieronder. Daar, dit oplaadpuntje. Of je kunt ook je batterij uithalen. Dan zit er hier. Kun je hier het sleuteltje insteken, draaien en dan kan de batterij eruit en kan je ze bijvoorbeeld in huis binnen opladen. In dit tasje zit ook nog een flesje wijn om u te bedanken voor de aankoop. Deze sleuteltjes zijn de sleuteltjes van de batterij. Dit sleuteltje die hier nou bij zit is de reservesleutel van het slot. Voilà, we wensen u heel veel plezier met uw fiets. En als er iets is, bel gerust of mail gerust, dan kunnen we extra uitleg geven.